Als je vandaag in een bootje op het water zat, ja, dan was het een ronduit koude dag. Een stevige noordoostenwind bij temperaturen van slechts iets boven nul. Maar voorlopig komt daar niet heel veel verandering in. We hebben dus te maken met een noordoostelijke stroming en je zou verwachten dat het in deze tijd van het jaar ronduit de koud weer oplevert. Maar met die noordoostelijke stroming wordt juist heel veel bewolking aangevoerd en tegelijkertijd zien we een lage drukgebied boven het Middellandse Zeegebied die juist warme lucht vanaf de Middellandse Zee richting Oost-Europa blaast. En die warme lucht koelt onderweg wel wat af en komt dan bij ons en vervolgens is het dan een graad of twee onder die bewolking. En omdat er veel bewolking is, verandert er zowel overdag als 's nachts niet heel veel aan die temperatuur. Dat gebeurt dus ook vanavond en vannacht niet. Vanavond op veel plaatsen is bewolkt, een temperatuur van een graad of twee. En zo her en der valt af en toe een beetje regen of motregen. Behalve in het uiterste zuiden van het land. In Zuid-Limburg zou in hoger gelegen gedeelten misschien ook een vlok natte sneeuw kunnen vallen. Nou, vannacht niet heel veel anders, door bewolking temperaturen nog overal boven nul. Misschien in Zuid-Limburg in de heuvels net rond nul. Ja, en dan zou lokaal misschien ook een beetje sneeuw kunnen blijven liggen. Morgen overdag dan houden we die bewolking vast. Met name in de noordelijke helft van het land een groot deel van de dag wat lichte regen of motregen. In het zuiden is het wat vaker droog, maar valt in het zuiden een beetje neerslag. Ja, opnieuw in de hoger gelegen gebieden, misschien ook van winters karakter. Opnieuw dus temperaturen zijn 2 à 3 graden, stevige noordoostenwind en daardoor vriest het voor het gevoel een paar graden. In de dagen daarna niet heel veel verandering. Woensdag is het eerst grotendeels droog, later op de dag vanuit het oosten meer bewolking. Heeft allemaal te maken met een storing waar we donderdag mee te maken krijgen. En die storing zal misschien in de nacht naar donderdag in de oostelijke provincies eens voor wat winterse neerslag kunnen zorgen. In de dagen daarna is het wat vaker droog, ook wat meer ruimte voor de zon. Daardoor wordt het overdag in eerste instantie iets warmer, maar door de opklaringen 's nachts gaat de temperatuur ook dan iets onderuit. Ik wens jullie nog een fijne avond.